De Alpha Max Academy heeft vandaag haar 25-jarig bestaan herdacht. Daarbij heeft ook de diploma-uitreiking plaatsgehad van de Class of 2024. Die bestond uit Xiao Tong, Wang, Jiayi Liu, Siva Roosevelt en Xixin Su. Zij hebben allemaal verschillende Student Excellence Awards in de wacht gesleept door hun geweldige prestaties. De awards zijn het resultaat van hun participatie aan de Caribische secundaire toelatingsexamens. Directeur Sean Taylor van Alpha Max Academy sprak de studenten moed in voor de volgende stap in hun leven. You've all been through the labyrinth and today you stand on a threshold, a new threshold of life. One that ushers you from the world of teenage life into the world of young adulthood. In this swiftly changing age that seems to have lost its way, into the maze of life, it is not enough to shake hands and to say farewell. Such is not for you, whom we have striven to guide and give sustenance to, and especially you, Alice, Jai, Sifa, and Kitty, more than friends, who have run the race well. A listless farewell is not for us who know the function of ritual in life. Realize that you are about to enter into a brave new world of challenges beyond these walls. Alpha Max Academy is een Engelstalige internationale school die op 1 september 1998 werd opgericht in Suriname. Het academisch programma is geschikt voor leerlingen van de kleuterschool tot en met de middelbare school en omvat het eerste jaar van de universiteit.